Het nieuws in 1 minuut. Het ziekteverzuim bij de politie is niet zo hoog als uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt, zegt woordvoerder Luiten van de Raad van Korpschefs. Luiten zegt dat de politie door een interne rekenfout veel te hoge cijfers heeft doorgegeven, waardoor het gemiddelde op 11% uitkwam. In Twente was dat zelfs 12%, in IJsseland 8%. In een bovenwoning aan de Grote Straat in Nijverdal heeft brand gewoed. Het gaat om een woning boven een shawarmazaak. Door onbekende oorzaak is de brand ontstaan in de slaapkamer. De politie en brandweer doen onderzoek naar de oorzaak van de brand. Wavin Nederland in Hardenberg heeft een grote reorganisatie aangekondigd. Bij de producent van kunststofleidingen verdwijnen 90 van de 450 banen. Door de malaise in de bouw is de vraag naar kunststofleidingen sterk teruggelopen en daarom is volgens Wavin een reorganisatie noodzakelijk. De Roos van Elisabeth is voor de 20e keer uitgereikt in Deventer. Het is een prijs voor initiatieven die ten goede komen aan psychiatrische patiënten in Overijssel.